Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Kameraden, vrienden, partijgenoten, goedemorgen. Waar is Daniel Tempel? Hallo? Zijn we er? Als fractieleider heb ik gisteren in het parlement een statement afgelegd. En langs diezelfde statement is mijn boodschap aan u allen het volgende. Eva. Ja. Naar het schijnt leven we niet meer in een democratische rechtsstaat. Want wanneer onze advocaten, de juristen en allemaal volgens wet en recht in het land de zaak verder benaderen, wordt er van alle kanten heel veel poeha gemaakt. Wat hebben onze mensen gedaan? Iets anders dan al de relevante wetten, volgens al die relevante wetten, de zaak verder te behandelen. We hebben een amnestiewet gehad. Ik ben vanaf 2005 in het parlement met wat kleine onderbrekingen. Maar ik heb er nooit gemerkt dat je in zulke zaken wetten met terugwerkende kracht. En pas wanneer een wet veranderd wordt, dan pas gelden de nieuwe zaken. Wat zou je kunnen zeggen over de uitspraak, het is geen wet, maar de uitspraak van het constitutioneel hof. Betekende dat de vorige regelingen van de vorige verkiezingen dan niet meer zouden gelden en gaat die zomaar door. Dus als onze juristen, advocaten op die toer zijn, dan zijn ze op het juiste richting om deze zaken conform onze rechtsprocessen, regels in het land de zaken aan de hand te maken. Maar wij roepen op, alhoewel velen in het land de zaak goed volgen, wij zijn een partij die vanaf begin voor harmonie, voor eenheid, zoals een lobby, u weet dat, andere kant, wat betreft etnische verschillen en noem maar op, sinds deze regering is gekomen, is er weer een enorme polarisatie in het land op het gebied van, zeker onder meer op het gebied van etniciteit. En als er daarin een omkeer is gebracht en rust in de afgelopen jaren, dan was het alleen de bijdrage van de NDP met de leider Bouterse voorop. Wij zijn nationalisten. Wij volgen de regels, de wetten in het land. En als dat veranderd moet worden, dan is de plaats de Nationale Assemblée op een stuur en andere organen om jullie allemaal vooralsnog te vragen. Ik zeg vooralsnog, is de instructie, hou je rustig, hou je kalm. Ik ben er enorm trots op dat alle partijorganen erbij een aantal leden er enorm veel agressie op komt hoe wij behandeld worden. Maar ja, de leiding geeft aan en we zijn gedisciplineerd wat dat betreft. Dus tot nu toe roepen we op, rust, kalm en de instructies die komen vanuit de leiding, die zullen we volgen. Ik ben er enorm trots op dat we vandaag hier zijn om de familie, het gezin te ondersteunen. Als je in de politiek bent in Suriname, dat zeg ik keer op keer en ik maak het ook mee, is los van de persoon zelf,
dat het hele gezin, je familie, je kinderen, ja, geen makkelijke tijd hebben. Ik heb dat zelf aan de lijve ervaren. En hoe groot zal de familie, het gezin, die ondersteuning niet nodig hebben. En daarom ben ik jullie allen dankbaar dat we samen hier zijn om de familie, het gezin, te ondersteunen in deze niet makkelijke tijden. En iedereen roep ik op, u volgt de instructie van de leiding van de partij. Gaat u geen andere zaken ondernemen, alhoewel wij de emoties begrijpen, gaat u geen andere zaken ondernemen. Het leek alsof, terwijl wij van de NDP iedereen manen tot rust, geen gekke dingen uithalen en noem maar op, hebt u gemerkt dat juist van de andere kant, juist van de andere kant, men ons wil stimuleren tot chaos in dit land. Maar dat is de NDP nooit. Goedemorgen, Badarangasa, beste mensen. Heel vroeg in de ochtend was ik wakker. En velen van ons konden niet slapen gisteren. En we zijn hier naartoe getogen, heel vroeg. Ik dacht, ik ben zo een van de eerste zijn hier, maar het was al bijna vol. Dus man, broko niet die jaso. Een applaus voor die mensen die vanaf gisteren hun support hebben gegeven voor de voorzitter en familie, de First Lady. En heel netjes is de gewezen First Lady gekomen naar buiten en ze heeft ons gezegd, simpel, er is een politiek antwoord gegeven op een politiek proces. En dat is wat we vasthouden als partij. En hij heeft een opdracht meegegeven, de voorzitter. Hij heeft gezegd, kijk, het land gaat niet goed. Er moet een kentering komen. En een kentering gaat alleen komen als wij die verkiezing winnen. En als we die verkiezing winnen, dan weten wij wat er moet gebeuren. Maar het is nog niet zo ver. En de voorzitter van de CVC zit hier, de Centrale Verkiezingscommissie. En die heeft ook al de opdracht gegeven. Vandaar dat ik gisteren niet kon slapen. Want we zijn bezig voor zaterdag. Na vandaag, als het een politiek antwoord is, dan komt direct de volgende dag, dat is zaterdagmorgen, ook de politieke instructie van de Centrale Verkiezingscommissie richting de verkiezing 2025. Dat is alles dat ik op dit moment kan zeggen en de rest laat ik voor de voorzitter. Dank u wel. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen First Lady. Ik ben geen jurist. Ik wil me dus niet op het vlak van de juristen begeven. Ik denk dat ze goed werk hebben gedaan. Maar wanneer gedreven door die onzichtbare hand mensen stevast doorgaan om te verloochenen wat er echt aan de hand is in dit land, dan voel ik me geroepen om inderdaad vandaag iets tegen jullie te zeggen. ...1982 is geweest... en Bouterse heeft het beschreven als een zwarte bladzijde. Maar geloof me, ik heb het bij de rechter gezegd toen ik werd opgeroepen als getuige. Als vandaag hetzelfde zich zou voordoen, zou ik die mensen ook laten oppakken. En ik zou met de kennis die ik heb nu ervoor zorgen dat ze een proces aan hun broek kregen. Wanneer we de zaak in perspectief willen zetten, dan moeten we niet vergeten dat die eenzijdige vertoning bij de rechter, ja, die zich vandaag in een vonnis, de gedaante van een vonnis heeft, dan moeten we niet vergeten dat als
De mensen die wel degelijk bezig waren, er zijn bewijzen te over dat men bezig was. Dan zou Suriname vandaag niet meer Suriname zijn waar wij proberen samen met alle Surinamers dit land stap voor stap op te bouwen. En we bagatelliseren wat er aan de hand is. Maar over 40 jaar van nu, dan is het 60 jaar, wanneer die informatie naar buiten komt, dan gaan de jongeren onder ons zeggen: maar dat is maar baliti, bouta baliti. En dat stukje, ik zeg het nu tegen jullie, het moet in de geschiedenis vastgelegd worden. Ik ga er niet meer zijn, velen van ons gaan er niet meer zijn. Maar voor die jongeren moeten we de geschiedenis van Suriname nu haasje rapje gaan schrijven. De regering is volledig vastgelopen. Ze zoeken een manier om die verkiezing uit te stellen. Of niet eens meer te houden. Bouterse heeft ons gezegd: nooit je den akans. En alle mensen die agressief zijn en boos zijn en whatever, zet het om in energie om huis aan huis te gaan. Yes. Om de mensen te overtuigen tot hier en niet verder. Laten wij gaan voor 30 zetels. Omdat alleen onze partij werkt met alle Surinamers. Suriname eerst, heeft Bouterse gezegd. En we kunnen van Bouterse zeggen wat we willen. Zijn hart is bij het volk. Alle foto's houden we hier. O ati dena a people. En ik wil besluiten, first lady. O tankrakti, yuna a yufamiri baka. Dank je. Mevrouw Bouterse, onze ex-first lady. Echte first lady. Waarom zeg ik dat? Om een vrouw die Suriname op een heel correcte wijze heeft uitgedragen en naast haar man heeft gestaan. En Suriname nooit schande heeft gegeven. Ik hoef jullie aan te geven welke waardering we u meer geven. En de ondersteuning, dat is al duidelijk, het is al gememoreerd door heel wat van de vorige sprekers. Maar wanneer we hier zijn vandaag, als partij, nadat gisteren heel snel is opgeroepen om de familie Bouterse te ondersteunen, bent u naar hier getogen vandaag om die ondersteuning te geven. Maar u wil wel naar huis met een boodschap. En wat leeft in die samenleving en zeker bij de politiek in Suriname, is: wat gaat de NDP doen? Wat gebeurt er met de NDP? Hoe gaat de NDP verder geleid worden? Laat mij u aangeven dat een organisatie als de Nationale Democratische Partij, die doorgaat in onze samenleving als de best georganiseerde partij en organisatie, alles op een rijtje heeft gezet. Het zou geen goede leider zijn als Bouterse dat niet geregeld had. Laat dat gezegd zijn. De statuten van de partij zijn daar. De statuten van de partij zijn duidelijk. Het is geregeld in de statuten.
De NDP gaat door. Er is geen stoppen eraan. De NDP weet waarmee ze bezig is. En de NDP heeft geleerd van haar leider, haar revolutionaire leider, dat Suriname van de Surinamers is. En wij Surinamers bepalen wat er hier in Suriname gebeurt. En dat is een van de sterke punten van deze leider. Hij heeft nooit Suriname opgegeven of op geen enkele wijze het land weggegeven, verkocht, uit verkoop gehouden. Never, nooit. Hij is nooit op zijn knieën gegaan voor de kolonisator. En we gaan het ook niet doen. Laat dat gezegd zijn. Dat proces wordt voortgezet door de NDP. Ik zeg de NDP, er is een leiding, maar het is de NDP die dat doet. Dus wanneer men aangeeft hoe verder met de leiding, het is geregeld en we gaan door. En ik kan u zeggen, de partij is zodanig georganiseerd, en het is net ook al gezegd door Dest, we hebben in alle districten hebben we zetels gehaald. In alle districten. De enige partij. Zelfs de partij die als grootste uit de bus is gekomen met 20 zetels. Heeft slechts in 5 districten zetels. De NDP heeft in alle 10 districten zetels. We komen op Bouterse. Want dat is de hamvraag vandaag. Hoe verder en wat? Laat me u aangeven dat de partij vanaf het begin heeft aangegeven dat dit een politiek proces is. Het kan ook niet anders wanneer we na 41 jaar een vonnis krijgen van onze leider. Dan is er sowieso politiek meegespeeld. En tot nu toe wordt er politiek mee bedreven. Laat me u aangeven dat de juristen hun zaken hebben gedaan. De NDP, de partij, zoekt naar een politieke oplossing. Wij kijken niet meer naar het recht. Wij zijn nu vanaf vandaag politiek bezig met dit proces. Omdat er voor ons geen andere middelen meer aanwezig zijn dan politiek antwoord te geven op datgene wat zich afspeelt in Suriname. En gaan we ook doen. Dat gaan we ook doen. En wanneer ik zeg dat wij politiek antwoord zullen geven, dan zult u misschien vragen hoe. En we beginnen om die sterke partij, de organisatiegraad, op te voeren vanaf, en we zijn er al mee begonnen, door het hele land te gaan trekken, wat meneer Granoog zei, om u aan te geven wat de NDP in mind heeft om te doen na, en ik ga het duidelijk zeggen, na overwinningswinst in 2025. Wat weer komen! Dat gaan we doen vanaf vandaag. We gaan aangeven wat we gaan doen. Maar we laten Bouterse niet in de steek. Hij is nog steeds onze voorzitter. En zolang hij dat kan doen, zal hij dat blijven. Als er zich andere zaken voordoen, dan hoor ik het van hem. Maar wij zien hem nog steeds als de voorzitter en leider van de partij. En in mijn laatste gesprek die ik heb gehad met Bouterse, toen zei ik nog tegen hem, want u weet wanneer we alleen zijn en zo, heel vrij tegen elkaar. En ik zei tegen hem, Daisy, elk besluit die je neemt, ondersteun ik. En daar heb ik respect voor. Ik ook. En no matter what, we gaan door. En die heeft mij toen gezegd, Ramon, de politiek heeft me daar gezet. En de politiek gaat me eruit halen. En die woorden zijn me bijgebleven. En daar, met deze, het is een leuze. Met deze leuze zullen wij ook de verkiezingen ingaan. Een politiek pot niet drapen en een politiek opvoer niet bakken. En we zijn ervan verzekerd dat dat zal gebeuren. Wij gaan niet terugdeinzen. We zijn vastberaden
om datgene wat we willen te bereiken, om dat te doen. De middelen daartoe, men heeft gezegd, wij zullen alle middelen gebruiken om ons doel te bereiken. Let wel, alle middelen. En u mag zelfs interpreteren hoe u wil, maar alle middelen die we nodig hebben om de verkiezingswinst te bereiken en het veiligstellen van Suriname gaan we inzetten in deze verkiezingen. Wanneer we oproepen om het hoofd koel te houden, moet men ook weten dat elk touw een eind heeft. Wanneer men zo doorgaat om zo agressief bepaalde zaken uit te voeren, moet men rekening houden dat, dat je een partij bent en je bent bezig met de andere partij. Ik heb het aan het begin gezegd, wij van de partij praten over een politiek proces en we gaan politiek antwoord geven. Het politiek antwoord dat zijn we al bezig uit te voeren en het is heel goed geformuleerd. Ik roep je op vandaag, niet alleen om het hoofd koel te houden, maar goed op te letten wat er de komende dagen gaat gebeuren. Bouters heeft aangegeven dat hij zich niet gaat aanmelden. De partij staat achter hem. Compleet. Het is een echte revolutionair. Een echte strijder geeft nooit op. En laat zich ook niet vernederen. En dat, nu niet, dan niet, nooit niet. Laat dat gezegd zijn. Ik mag zeggen dat ik hem redelijk ken. Ik ben samen met hem teruggekeerd in 1975. In één vliegtuig, hetzelfde vliegtuig in 1975. 7 november 1975. We kennen elkaar al ruim 47, 48 jaar. Of misschien langer. Ik ken hem. Ik weet wat hij in zijn hoofd heeft. En we hebben vaker, hoeft hij mij niet veel te zeggen, maar ik begreep wat hij vraagt en wat hij verwacht van ons, wat we moeten doen. En een van de zaken die hij me gevraagd heeft is, Ramon, we moeten de verkiezingen winnen. En hij zegt dat niet zomaar, dat we de verkiezingen moeten winnen. Hij vindt dat we dit land, dat veel meer verdient, zoals hij dat zelf zegt, weer op het rechte pad moeten zetten. Er is veel mis. Men speelt met de integriteit van de Surinamers. Men speelt met de intellectie van de Surinamers. Het is ongelooflijk. Wanneer ik hier sta, als ik door de stad rij of wat dan ook, als ik in Osser zit, is het ongelooflijk van de mensen die komen om te vragen, meneer Abraham Seipsa, wat is er nou change? Het enige antwoord dat ik ze kan geven is, ga werken in het veld en zorg dat we de verkiezingen winnen. In 2025 of eerder. Maar ik hoef niet te zeggen wat in Suriname gebeurt. Het sociaal leven is compleet kapot geslagen. Het land is ter uitverkoop aangeboden aan het buitenland. En ik hoef eigenlijk vandaag niet verder uit te weiden. Want je moet nooit al je kruid verschieten. We hebben nog veel kruid en munitie in zak naar de verkiezingen toe. Om de verkiezingen, wat ik al heb gezegd, gaan wij echt in winst omzetten. En wij gaan alle Surinamers gebruiken die we nodig hebben om het land weer op de rails te krijgen. Gelooft u me? Boutersen is goed waar hij is. Yeah.
Mijn laatste woorden tegen Boutersen waren. Des, zorg voor jezelf. Kijk goed naar jezelf. Blijf gezond. Want je komt sterker uit de strijd. En daarmee sluit ik af door ieder op te roepen om daadwerkelijk invulling te geven aan datgene wat u zegt. Strijd of strijd, wie nog zal vrede. Gado de wifesi man. Tide, Tamara. Tide. Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Wambari teana, wogoluku na kulturu TV. Tam sabaka gang, de Canada peuang. Yeah. Hey for it new, goluku chiniu. Kulturu nyusu, paste pastratis refbuntu. Unde baniu, sadef arkina new. Pastratis resbuntu, Suriname so een hele klan. Mako depti hele kwan, weshi, alas my sari, alas my bari, my efu bondru kwa wang, tak wesre kama masranang, beno wansoma, no abif kwari, no abif sari. Baya Creole, ya fans of Shini. Esha idole in the stance of enemies. Dambo Taki, on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be gro. Be we lafu as I guess that I go. Be koro sinanga lay take blow. Yeah. Be ho horde, gi up in a follow. Be de skapuri eshi ya no wolo. Bete grijden en juk yang adolo. When I go follow Kulturu tefe. Be anyu sunele. Kulturu tefe. Privilege. Kulturu tefe. Be anyu sunele. Kulturu tefe. Diki, unegwa sosos manen sa bigi bigi, no. We go, aksa for luck, if the loba bolet, we go. Arga problema food de sma in the wake, and we libi shwiti. So lang ou sa pay you de, we swing committee, yeah. Druk ta paleng, make u stelling of praise. Sterker kan wel, want united say way. We kunna gemeenschap, we doa wroko, maar de na a gereedschap. En we die almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleefd schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je iets teken in je keel gehad. Piet qua doro misgaat wat je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda minde kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te wanklari. Subscribe and share, make the fans
fi arki ya weli buno prati u apine i parki we de tapat strati ka kwanga i kragi u de borai duen aksa falok fai kwanga de stei genge fu vergelijk ding u a babo weis duen da u ka for weis ding bona beleis ding a problem fa falok na de stei geng dat bekweta mita falok fu de ta eis ding wat u po weri koma fu de kotis geng ding e u funap de feng. For it's news, sto look up the news. Kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu. Udeba new, sadef arkina new. Kulturu nyunsu, paste fastratis.